Waarde landgenoten, een bezorgde groet. Uw aandacht voor het navolgende. Vanaf donderdag 24 december tot en met maandag 28 december gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven onverkort van kracht. Draag uw mond- en neusbedekking. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. U wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Maatregel 1. Het uitgaansverbod is ingesteld van 7 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel nummer 2. Geen samenscholing van groepen groter dan 5 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Maatregel nummer 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel nummer 4. Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten. Maatregel nummer 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg en over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel nummer 6. In de periode van 24 december 2020 tot en met 28 december 2020 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimte open. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging. Supermarkten mogen open, net als apotheken, bakkerijen, drogisterijen, polyklinieken, ziekenhuizen, slagerij, kinderopvang, openbaar vervoer, banken en tankstations, dus u kunt gaan tanken. Maatregel nummer 7. De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is en uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld. Maatregel nummer 8. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, vracht dus, en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan. Maatregel nummer 9. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. Maatregel nummer 10. Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 1 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening aan de samenleving. Dank u voor uw aandacht.